In het regeerakkoord is een helder lijn uitgezet voor de pensioenen. Het kabinet wil toe naar een stelsel waarin de aanvullende pensioenen, dus de tweede pijler pensioenen, meer gebaseerd worden op persoonlijke vermogens. Dat is een goede ontwikkeling, denk ik, gebaseerd is op die ideeën die ook door Netspa zijn ontwikkeld, waarin het verleden veel onderzoek naar is gedaan en later in de SER zijn opgepikt en nu door het kabinet zijn opgepikt en die het kabinet samen met de SER wil uitwerken. De belangrijkste veranderingen zijn, we gaan registreren wat iedereen bijdraagt aan premie. En dat gaan we bijhouden op zijn persoonlijke vermogen. Dus iedereen kan helder zien, ik betaal zoveel premie en dit zit er voor mij in het pensioenfonds. Het is in wezen een veranderde boekhouding. Belangrijk kenmerk van het pensioenstelsel houden we natuurlijk. Het blijft collectief, het blijft verplicht. We blijven met z'n allen beleggen en daardoor hebben we enorme schaalvoordelen. Maar met deze veranderingen hopen we het vertrouwen te herstellen. Nu zijn we toch wel wat vertrouwen kwijtgeraakt, omdat mensen niet meer kunnen zien wat er voor hen in zit. En we hopen ook een antwoord te hebben op de verandering op de arbeidsmarkt. We wisselen vaker van baan en dan wil je toch ook makkelijker je pensioen mee kunnen nemen. En met het nieuwe stelsel neemt ook de mogelijkheid toe om beter in te spelen op individuele omstandigheden. De diversiteit neemt toe. We werken niet meer allemaal standaard 40 jaar, maar we zijn ook eens een tijdje ZZP'er of we doen even wat andere dingen. Dus je wilt de mogelijkheid hebben om eens wat extra in te leggen. En misschien als je een eigen woning koopt om tijdelijk te zeggen van ik wil even wat minder in mijn pensioen opleggen. Daarmee heb je een pensioen beter afgestemd op de individuele situatie. En ook hier hebben Netspa-berekeningen zijn er geweest die laten zien dat daarmee het welvaart erg gediend is. Nou, het kabinet zegt niet zoveel over wat ze met de ZZP'ers gaan doen. Die hebben nu vaak vallen buiten de pensioenregelingen. Dus dat is nog wel een punt dat ook aandacht behoeft. Hetzelfde geldt ook voor flexwerkers die vaak slechte pensioenopbouw hebben. Het is wel zo dat met het nieuwe stelsel ze wat makkelijker in kunnen stromen. Maar ik denk dat daar nog wel een probleem zit. Een ander los eindje is, we hebben de pensioenleeftijd verhoogd. En dat levert voor sommige groepen levert dat wel moeilijkheden op, omdat het toch niet zo makkelijk is om voor iedereen snel aan die nieuwe pensioenleeftijd te halen, de AOW-leeftijd. En daar is het kabinet ook nog niet zo heel erg helder over hoe we dat gaan oplossen. Nou, Netspa doet al 12,5 jaar onderzoek op het gebied van pensioenen. Eerst veel over vergrijzing en de noodzaak om de pensioenleeftijd op te hogen. En de afgelopen tijd heel veel nagedacht ook over het pensioencontract. Hoe je dat nou optimaal inregelt. Dus dat je wel de voordelen hebt van collectief beleggen, maar toch wat meer maatwerk kunt leveren. En daar is het idee uit voortgekomen van persoonlijke pensioenvermogens. Maar Netspa is toch eigenlijk het leidend in het debat? Mag je dat zo zeggen? Nee, Netspa heeft geen belang. Netspa draagt bouwstenen aan. En Netspa is een breed netwerk waar ook andere instituten in zitten. CPB speelt daar ook een belangrijke rol in. Wij dragen bouwstenen aan voor zo kun je het doen. Het is uiteindelijk aan de politiek om te bepalen wat ze daarmee doen. En dus uiteindelijk spelen daar natuurlijk ook ideeën over van zo moet je de maatschappij inrichten. In Nederland hebben we het gelukkige systeem gekozen om de pensioenleeftijd, de AOW-leeftijd, te koppelen aan de levensverwachting. Daarmee wordt die automatisch steeds in de toekomst verhoogd. Dat is belangrijk ook voor jongeren nu al om te weten dat zij op latere leeftijd met pensioen zullen gaan dan de huidige generaties. Dus ik denk dat we in belangrijke mate daarop wel hebben geanticipeerd.